Hallo, fijne mensen. Ik ben wat druk geweest vandaag. Mag ik wel zeggen. Het is 8:30 of zoiets. Even kijken. Oh nee, toch niet. Het is pas 7:10. Nou, kijk, ik heb een spandoek gemaakt. Nijpels 78. Seks met dieren. Rutte naar Remkes COVD. Geen grondwet. En dan komt er nog bij van geen constitutioneel of en noem maar op. Dat ga ik bij de rechtenfaciliteit ga ik dat ophangen. Want we hebben hier in Nijmegen natuurlijk de rechtenfaciliteit. En dan gaan ze zich wel natuurlijk afvragen van hoe komt die man erbij? Waarom zegt hij dat? Ik heb nog wat foto's opgehangen van pedofielen vandaag. Dus dat is goed. Ik heb mijn koffer al ingepakt. Met de carnavalssjaal erin van de bos, mijn bandito shirt, villa onderbroek, ECDC onderbroek, Australië onderbroek, noem het allemaal op. Dus voor zekerheid, dit gaan we ook nog breken. En ik was straks van een vrouwtje naar binnen, het hondje was weg. En ik kwam ze hier naar binnen en heb ik toen een boek gelezen van Farza en nog wat, 8 jaar in Nederland opgesloten zitten, uitgehuwelijk en noem maar op. Luister. En dan krijg je natuurlijk auteursrechten van. Oh, nice. Winning down with gold as ice. Mijn Mandy, mijn dochter. Er kwam toen straks ook iemand voor te poetsen. Ja, kijk, ik heb weer een. Na 4 jaar heb ik weer een deuk in mijn gezicht. Want het was 4 jaar geleden. Toen had ik een gebroken oogkas. Maar wat doe ik nou op de EHBO? Ik snuit mijn neus. Dus door die gebroken oogkas komt er lucht onder. Zo. Bam! Arbeen zo'n oog. En die internist van, meneer Schoenveld, u krijgt vanaf nou een snuifverbod. Dus geen snuifverbod, maar snuitverbod. Ik zag eruit toen. En die vrouw kwam dus hier van voor te poetsen en zo. En hij krijgt ook nog poetsen. Ik zeg, mevrouw, ik heb hem al 6 weken niet meer gezien. Ik weet niet waar die is, waar die uithangt. En dan heb ik hem dan een beetje mijn eigen gemaakt. Met mijn boeken en met mijn mooie dochter en mijn vader, dat was de eerste keer dat ik er zag, met kerstdag 2019. Kijk, mijn knappe dochter, met Koen Vetschafka, dat is Brian, dat is die knappe jongen vandaag. Dat is mijn dochter en dat is mijn kleinkind Luna. Maar wat ik even zeggen wil, ik kan nergens snel het boek krijgen, want de fietser op de hei, maar dat kost 34,50. En ik heb natuurlijk het boek van Nicky Verstappen, toen Bianca, mijn favoriete vriendin uit Kerkrade, vorig jaar zei, hoe ga je dat bewijzen? Ik zeg, nou dat kan ik niet bewijzen. Ik zeg alleen door hetgeen wat ik weet. En toen kreeg ik dat boek. Kocht ik van Nicky Verstappen en daar stond het gewoon in. Hij had een koninklijke onderscheiding. Maar nou heeft rechtspsycholoog Peter van Koppen, die heeft met nog 2 anderen, die hebben ook al eens Gereden Twijfel, een boek Gereden Twijfel geschreven. Ook over moorden die televisie hadden en zoiets. En ik wil dat boek hebben, De Fiets op de Hei. Maar heb ik straks naar Piet gevraagd omdat ik geblokkeerd ben. Ik zeg, vragen ze bij Facebook van durf te vragen, DTV. Of iemand misschien voor 20 of 25 wil verkopen. Ja, kijk, dit is allemaal oorlog. Want dat vroegen ze aan Robbie toen ook of ik een nazi was. Hier Orwell en Satans kinderen. Dit is hier al een Nicky Verstappen. Dit is allemaal van autocoureurs, Rico natuurlijk met de handtekening erin, het complot en noem maar op. En dit zijn allemaal van Voetbal International, Gijp, Baffenijhuis, noem maar dan op, Kieft, noem maar op.
hier alles van ouder is. Max, Kimi Räikkönen, Ayrton Senna, noem maar op. MDB en dit alles van Trump en noem maar op. Maar die heb ik me vandaag gekocht. Hier. De Boxer. Max zoiets. Het leven van oude Max zoiets. Dus ik heb het hier een beetje leuk gemaakt. Ik heb nog meer boeken. Als mensen als boeken willen hebben, kom naar mij. Je kunt ze lenen en alles. En hier ligt nog een hele hoop thuis. Oh ja, ik heb post gekregen van de commissie voor toezicht. En ik heb hier dat van Handy gevonden. Toen ze het weigerde Rutte een dingen te geven, een hand te geven. En wat ik nog meer heb gevonden, dat van die infiltratie. Toen ik die infiltratie had, kijk, dat is mijn ex-vriendin, Ilona, die is dood en die meisjes zijn ook dood. En dat is van die infiltratie die ik heb gedaan. Dus ik mag niet te lang. Mensen, fijne avond.